Hoi, leuk dat je kijkt naar Inspirerende Hutspot. Vandaag staat er een film centraal en niet zomaar een film, een echte kerstfilm. Miracle on 34th Street. Would you be our Santa Claus? Me? Well, do you have any experience? Oh, just a little. Wat is nu de meest inspirerende kerstfilm van allemaal? Ja, en ik kwam op dit antwoord. Ik ben ontzettend benieuwd naar jouw antwoord. Wat is volgens jou de meest inspirerende kerstfilm? Laat het in een reactie hieronder weten. Voor mij dus deze film. En dat heeft alles te maken met het volgende. Deze film stelt een vraag centraal. Het verhaal gaat als volgt. Er is een groot warenhuis en die zijn op zoek naar een kerstman. Die in hun marketing dingen kan doen. En die komen, die stuiten op een man die ze wel geschikt vinden. En die gaan ze vragen en die wil dat wel doen voorlopig. Oké, vooruit. Maar die man die beweert dat hij de echte kerstman is. En daar gaat dat mis. Want ja, we weten toch allemaal, de kerstman, die bestaat niet. Maar wat nou als hij wel bestaat? En wat betekent bestaan? En daar begint het interessant te worden. Want kijk eens naar je eigen leven. Wanneer geloof je dat iets bestaat? En wanneer geloof je juist niet dat iets bestaat? Wanneer heeft iets waarde? En wanneer niet? En moet het bestaan voordat het waarde heeft? I'm a symbol. I'm a symbol of the human ability to be able to suppress the selfish and hateful tendencies that rule the major part of our lives. If you can't believe, if you can't accept anything on faith, then you're doomed for life dominated by doubt. Interessante vragen. Bestaat liefde? Nou ja, kan je dat aantonen? Kan je werkelijk aantonen dat er liefde is? Of zien we alleen maar uitingen daarvan? En hoe weten we dat de winter is? Ik heb hem nog nooit gezien. Ik heb hem alleen maar gevoeld. Maar hoe weet ik dat de kerstman er is of bestaat? We stand with Chris. If we challenge the rumors and the scandal sheets, if we force the truth, we'll win. I think that all of you should decide about whether or not you Coles believes in Santa Claus. We will stand by him. He has done nothing but serve the children and the families of New York City and the world. We invite you to join with us and ask yourself this one simple question. Do you believe in Santa Claus? Deze film geeft geen antwoorden, maar stelt vragen. Op een manier die hartverwarmend is. En je gevoel geeft antwoord. En je ziet het nu op de achtergrond. Op een gegeven moment staan mensen voor het symbool van Kerstman. Voor goedheid in de wereld. Voor mensen die het nodig hebben. Voor kinderen. Om te geloven dat er goedheid is. En de vraag is, kan ik geloven in het symbool de Kerstman? Wat is jouw antwoord? Geloof jij daarin? Een ander mooi moment is het moment dat de kerstman een doof meisje op zijn schoot heeft. En ik ga er niet te veel over vertellen. Kijk maar even mee. You are a very beautiful young lady. What's your name? Sammy. That's a beautiful name. Now, I tell you what. Do you know Jingle Bells? Yeah. Oh, bells, jingle bells, jingle all the way.
Oh, what fun it is to ride on a one-horse open sleigh. Very good. Darling, what would you like for Christmas? A doll and a bear? Well, you shall have them. Sammy, I wish you a Merry Christmas. Thank you. Thank you. Bye-bye. Bye. Dit was hem voor vandaag. Ik wens jou hele mooie kerstdagen. En ik geloof dat wij, jij en ik, de kerstgedachte zelf kunnen creëren. En daarmee zijn wij eigenlijk onze eigen kerstman voor elkaar. Dus ik wens je hele mooie dagen toe alvast. Volgende week nog een nieuwe video. Die gaat ook over kerst. Ik kan er geen genoeg van krijgen. Tot dan. Bye bye.